Hoe je voor een slechte baas moet werken. 19 januari. Dien met bereidwilligheid de Heere en niet de mensen. U weet immers dat wat ieder aan goeds gedaan heeft, hij dat van de Heere terug zal krijgen. Het zij slaaf, het zij vrije. Efeze 6, vers 7 en 8. Denk met het oog op je werk eens na over deze 5 dingen die tot ons komen vanuit Efeze 6, vers 7 en 8. 1. Een oproep om in alles op de Heere gericht te zijn. Deze tekst wekt verbazing als je ziet hoe we normaal gesproken leven. Paulus zegt dat we al ons werk moeten doen alsof we het voor Christus doen, niet voor menselijke leidinggevende. Dien met bereidwilligheid de Heere en niet de mensen. Dit betekent dat we aan de Heere moeten denken bij alles wat we op ons werk doen. We moeten ons afvragen, waarom zou de Heere willen dat we dit doen? Hoe zou de Heere willen dat we dit doen? Wanneer zou de Heere willen dat we dit doen? Zal de Heere mij hierbij helpen? Wat betekent dit voor de eer van de Heere? Met andere woorden, christen zijn betekent dat alles in ons leven om de Heere draait. 2. Een oproep om goed te doen. Als je in alles op de Heere gericht bent, ben je een goed mens en doe je goede werken. Paulus heeft het in deze verse over bereidwilligheid en over goed doen. En Jezus zegt dat we ons licht moeten laten schijnen, zodat de mensen onze goede werken zullen zien en de Vader in de hemel verheerlijken. 3. De kracht om je best te doen voor onvriendelijke aardse werkgevers. Paulus reikt christenen godgerichte motieven aan, zodat ze hun best kunnen blijven doen voor onbehouwen leidinggevenden. Hoe blijf je je werk goed doen als je baas je negeert of zelfs bekritiseert? Het antwoord van Paulus is: zie je leidinggevende niet langer als je belangrijkste baas en ga voor de Heere werken. Neem dat als uitgangspunt bij alle taken die je aardse leidinggevende je oplegt. 4. De bemoediging dat je goede dingen nooit voor niets doet. De mooiste zin van deze vers is misschien wel deze. U weet immers dat wat ieder aan goeds gedaan heeft, hij dat van de Heere terug zal krijgen. Dat is heerlijk. Alles, zelfs de kleinste dingen die je goed doet, worden door de Heere opgemerkt en op waarde geschat. Hij zal het je terugbetalen. Niet in de zin dat je iets verdiend hebt, waardoor hij bij jou in de schuld staat. Je bent van hem en het hele universum is zijn eigendom. Hij is ons niets verschuldigd. Maar uit vrije wil en uit genade kiest hij ervoor om goede dingen die in het geloof gedaan zijn, te belonen. 5. De bemoediging dat een onbelangrijke positie op deze aarde een grote beloning in de hemel niet in de weg staat. De Heere zal al het goede wat je doet belonen, of je nu slaaf of vrije bent. Je leidinggevende kan je behandelen als iemand die er niet toe doet. Misschien weet hij niet eens van je bestaan af, maar dat maakt niets uit. De Heere weet van je bestaan af. Je luistert naar Onwankelbare Vreugde, een dagboek van John Piper door Geloofsterusting en Desiring God. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Ga dan naar de website geloofsterusting.nl.